Hallo, welkom bij de video. Vandaag goede roleplay, jongens. Goede roleplay. Ik beloof het. Ben je nou nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker eventjes. Grote rode knop. En like even de video. We gaan voor 3000. Laten we 3000 likes zeggen. En dan nu veel plezier. Er ligt hier iemand dood bij het gemeentehuis. Hallo meneer. Laten we met z'n allen zo'n naam hebben. Zo'n familienaam. Ja. Laten we met z'n allen als voornaam Hans hebben. Ja, gewoon Hans. Hé, hey, jongen. Hans. En dan ben Hans de eerste, Hans de tweede, Hans de derde. En ik ben Hans de tweede. Wacht. Oké, wat is onze geboortedatum? We moeten allemaal op dezelfde dag geboren. Nee, allemaal een dag later Hans. Juist, hè. Allemaal een dag later. Oh ja. Ja, Hans, heb ik? Ik ben gewoon een ananas. Kan je deze kale bad smeken dan? Broodjesstaf. Ja, wij zijn broodjesstaf. Waarmee kunnen we je helpen? Dan mag ik mijn game ambulance rollen. Ik ben net aangenomen. Yes, die zou ik geven. 2 seconden, oké? Okay? Medestaf met me, kom even mee. We gaan dit voor hem regelen. Ja, ga dan even bij die andere gezellig. Ja, is goed, is goed. Gaan wij het hier regelen. Kom, we gaan loes. Loes. Naar de kledingwinkel. Gast, we zijn helemaal geen fucking stafmembers, jongen. Hij komt ook gewoon naar ons toe. Ben jij een staf? Jongen, ik ben echt ook echt een dikke palmboom. Of nee, ananas gewoon. Hé, maar kijk, hier links in de kledingwinkel, maar... Wat kut dit. Yo. Yo. Hoi. Miffo, kan je ons even brengen? Ja. Het is urgent. Top. Jullie zijn wel geil. Ja. Ja, echt zo. Dankjewel. Ja, vooral die gele. Die ja, ik support alle... Wacht, hier rechts hebben we nog een ananas staan. Dus kan die ook even ophalen? We missen... Kijk, daar loopt hij. Oh, daar. Oh, ik zie hem. Oh! Dankjewel, heren. Yo. Niet vergeten dagelijks Hans. Uw ananas te eten, want dat is goed voor je. Hey, Hans. Ja, Hans. Dat is het. Zal ik hem zo doen? Ja, jij bent toch een blauwe... We zijn de Teletubbies, jongen. Hey, ik zie auto scoopen, jongens, kom. Hij is helemaal klein. Auto gescoopt. Oh, hij doet het niet meer. Hoe start ik hem auto? Moet hij richting een politieman maken? Nee, hoezo? Nee, nee! Rennen, Hans! Maar wat ben jij eigenlijk, jullie? Ben je een bes of zo? Bes? Hoezo een bes? Blueberry. Blueberry. Ja, laten we auto halen. Kom, we gaan een blokken pakken. Sowieso mensen gaan ons een lift geven. Pak hem, koloniseer hem. Nee, meneer, blokkade. Hij keert ook gewoon om. Hé, jongens. Hé, boys, wie kan ons een lift geven? Wie kan ons een lift geven naar de kleed? Hé, jongens, wat doe je nou weer? Makkers, wat doe je nou weer? Dankjewel, man. Wat is, hoor je dat? Hé, meneer! Meneer, wat doe je nou? Stop maar! Geen ananas om in te slaan! Stop maar! Pak hem, Mees! Mees, pak hem! Ja, de deur zit toch op slot, ik kom er niet in! Yo, Edo! Edo! Waarom niet even... Nee, limo uit hem al. Ah, top! Je bent topper! Top, jongen! Ik wil terug bij Edo! Yes, komt goed! Hoe start ik hem? Ik heb deze auto gekregen! Nou, wij hebben ook een beetje op de kant gekregen. Gast, die gast komt ook echt naar toe. Hij zegt, Makkus, wat doe jij op deze server? Hé, we hebben auto's gekanoniseerd. Dat is Mees. Deze auto gekregen. Ja, wij ook. Jongens, we worden gegund op deze stad. Wat kut dit eigenlijk. Op Roeveen worden we niet zo behandeld, hoor. Stukjes rond. We zijn ook echt gevolgd door Jan Klomp. Wie is dit? Hé, Jan! Wat? Jan? Ben jij Jan? Goedendag. Ja. Ben jij Jan? Dit is geen Jan. Jan is niet zo dik. 3 keer een lelijke kutauto kopen, dat we alle 3 in dezelfde auto... Wat gebeurt hier? Wacht, dit wil ik zien. Hoor je dat? Hallo? Wat gebeurt hier? Mees! Nee! Hans! Nee! Hans, gaat het met je? Hans! Wat is er gebeurd? Ik hoor een kogel schoten en nu ligt Hans op de grond. Waarom moet Hans nou weer neer? Hans, hoor je ons? Je moet gedragen in het leven. Wat is er met Hans gebeurd? Ik hoor een kogel schoten. Oh man. Oh, ik heb geen pols meer. Ik zie het, hij heeft nul. Hans, de derde, nee! Hans, de derde! Nee, Hans! Nee. Die was de laatste, de derde. De laatste van ons soort. Nee. De jongste. Deze Hans zou onze generaties voorzetten. Hans. Collega, nul. Hoe moet er nu ooit de vierde komen? Ambi, probeer ze nog wat te reanimeren. Zonder hem kunnen we geen vierde generatie creëren. Red hem alsjeblieft, Hans. Neem hem mee, waar is hij? Waar is hij? Hey, Kalebat. Kalebat! Wat kut! Een kale bad! Hé, Hans! Hans is wakker! Hé, Hans Bes! Hans de tweede! Moet er nog iemand mee? Ja, wij willen allebei mee! Wij willen allebei mee! Wij moeten met Hans mee! Dankjewel! We moeten Hans redden! Hans! Gast! Ying heeft mij geschoten! Ying! Ying! Hans! Ja! Hij heeft wat leuks voor ons in zijn achterbak! Oké, komt ie, hè? Ja? Midden in dat raampje!
Hey, maar jullie hebben Hans al geholpen, zie ik. Beetje re-loggen. Ja, ik voel me goed. Hij is gewoon alles mis, alleen ik was wel opeens fucking aan, maar. We scoopen deze auto. Ah, jammer. Hé, niet mijn auto maken, man. Hé, hebben jullie een lift nodig? Ja, maar tuurlijk. Ja, joh, tuurlijk. Maar er kan maar één iemand achterin. In. Ik ga wel achterin. Doei. Zit je lekker, Hans? Waar moeten jullie naartoe? Zit je lekker, Hans? Ik word thuis lang. Waar moet je naartoe? Hoezo word je duizelig? Ik ben op de kop. Mogen we wel wat geld van je lenen? Hey! Zo! Hé, hey, jongen! Welke bolle doet dat? Jordi, ben jij gay? Nou jongens, we gaan vragen of ze willen investeren in ons, zodat wij een nieuwe mooie auto kunnen kopen. En van die nieuwe mooie auto gaan wij goede roleplay vertonen. Wat is er? Wat is er? Het doet pijn. Wat? Hij vroeg wie gay was. Jordi! Ben je gay? Hey, een Audi. Let's go! Hey Hans, stap in! Hey, we hebben een auto voor met z'n drieën, boys. Hey, ananas hoofd te steken eruit. Nou, we hebben ons eigen voertuig nu. Hey, laten we een winkelopvalletje doen ofzo. Hey jongens. Ja? Dat scheet uit, hè? Ah, nee! Ah, ik wist het! Ah. Je broek is nat, man. Jouw broek is echt nat, gewoon. We gaan even vragen aan iemand hoe we winkelen. Ah, ik vraag wel voor wapen. Ik heb vragen voor je. Kom even langs de weg, ik heb vragen voor je. Yo. Top, we hebben wel twee vraagjes voor je. We willen graag een wapen kopen. Nou, ik heb geen wapen. Je hebt geen wapen? Weet je hoe je eraan komt of niet? Gewoon een steekwapen of zo. Hè? Steekwapen is nee, prima. Nee, ik heb niks. Oké, maar... Hey, geef, ja, nee, heb jij wapen voor ons? Geven. We zijn bezig voor een winkelval, voor een projectje. En wij hebben een wapen staan. Een projectje? Ja, hey, een project. Joh. Kut ananas. Wat een lul is dat nou, hè? Laten we ook gewoon zijn gang gaan. Hey, hey back, joh, kut ananas. Hey jongens, wie heeft hier wapentje voor ons? Zie je die middenschermpje? Zie je dat middenschermpje? Perfect. Hij begint met zijn schermpje. Hij begint nu over zijn vies schermpje, hoor. Achter in zijn auto. Hans aan de stuur, roept op het muur! Oh, hier is ook echt een... Hey joh! Wegwezen. Hoezo? Ik volgde iemand. Hoezo? Je kan het ook vragen. Hij wordt hier geschoten, dus je mag even weggaan alsjeblieft. Verkoop jij een mesje ofzo? Wat? Wacht even hoor. Stapt in één keer aan. Nee, je bent mijn broeder, ik zie het al. Wat is dit? Die agent die punkt die gast gewoon. Meneer Kalebats en Rickert hier. Barry Batsbak en Kalebats, verkopen jullie wapentje? Verkopen jullie wapen? Nee, jongens, stop nou eens. Doe ze nou eens redelijk. Ik ben een ananas. We zijn allemaal niet perfect. Nee, verkopen jullie mesje? Nee. Nee? Jammer dit. Wat ga je doen? Je gaat schillen. Ja, ik ga schillen. Ik ga overvalletje schillen. Jij gaat jouw kont. Met een goede drift ook nog. Nou, dit was een mooie timing. Dag Barry Batsbak. En met die aangereden, ging hij ons uitlachen. Zo. Wordt hij even vol aangereden. Moet ik denken aan nieuw kit, jongen. Mooie auto, mooie zaken. Verkoop je mesjes? Ik verkoop helemaal niks, jongen. Weet je waar we kunnen kopen? Nou, dat is een probleem. Het is een beetje tussen de gangs alleen nog. Ja, maar wij zijn ook een gang. Ananas gang. Doe je mee met drinkover? Ja, we zijn Hans. En Hans en Hans. Maar... Hans en Hans. Ja. Wil je een beetje, kom op, gun ons een beetje. Nee, sorry, maar dat is heel moeilijk in deze stad nu. Hey, Chinees, je wil honden verkopen, toch? Shit. Taxichauffeur. Stop! Ja. In de naam van Hans. Jij zit in achtervolging, dus jij bent crimineel. Hé, hey, Sjaafke, je mag even voorleggen. Deze ben je aangehouden. Hij mag even uitstappen. Oh ja, ik stap al uit, meneer. Ik stap al uit. Nee, loop maar even mee, Sjaaf. Top. Fake taxi. Fake taxi, daar gaan we. Ik wil wel mee. Wat kut dit? Top, oké. Okay. Meneer, nu we jou gered hebben, sta je bij ons in het krijt. Ja, zeker meneer. Jij verkoopt mesjes, klopt, toch? Nee. Heb jij een mesje? Ik had een knuppel. Weet jij hoe we een winkeloverval kunnen doen? Nou, nee. Nee? Moeten we mensen overvallen? Nee, kunnen we een winkel overvallen? Is dat een ding hier? Of... Ja, dat kan. Hoe doe je dat? Je moet een wapen zien te regelen. Maar is een knuppel ook goed genoeg? Ja. Oké, okay, weet je hoe we aan een knuppel of iets komen? Hoeveel geld hebben jullie? Genoeg. Genoeg. Je regelen voor ons. Kan je dat voor ons regelen? We hebben hier geen rep, neef. Ja, ik kan wel proberen voor jullie te regelen, knuppel. Ja? Je bent zelf een knuppel. Maar waar kan je voor ons regelen dan? Yo, hoe duur? Ja, ik kan even een bericht sturen naar een vriend. Hey, kan ik jullie ergens van kennen?
Nee, man. Nee, ananas. Je hebt ons misschien wel in je fruitband zien liggen. Nee, ik ben blueberry. We hebben niks misdaan. Komen jullie hier om te kloten? Ik ben een blueberry. Wij zijn hier voor serieuze zaken, meneer. Jij bent geel, je bent geen blueberry. Nee, ik ben de ananas. Ik ben blauw, vriend. Pak mijn eigen auto. V-taxi slow. Mag ik vragen waar u dat verf uw haar vandaan heeft? Want het is een beetje zwart, maar soms ook roze. Dat weet ik niet. Dat is altijd zo. Glitch een beetje. Wat is glitchy? Kan ik dat eten? Lekker mokkoekje, daar gaan we voor. Nee, niet hier stoppen, niet hier stoppen. Deze hebben we al gehad, deze hebben we gehad. Jullie verkopen mesjes van mij, man! Man! Ik stap bij jullie in, jongens. Hé, meneer, verkoop jij mesjes? Of ik mesjes verkoop, zeker. Oh, echt? Ja. Ja. Oh, wil je ons verkopen? Wij willen mesjes kopen. Wordt vervolgd, als je er niet van houdt, dan heb je pech. Abonneer trouwens wel even, ik ben oprecht best wel aardig, niet zo gemeen. Doei!